Niet interviewen, dat zijn de regels. Nee, we hebben regels opgesteld van niet interviewen is niet interviewen. U hebt helemaal mij geen regels gegeven, meneer. Je kan wel mooi draaien, maar dit is onzin natuurlijk. Ja, tuurlijk. Blijf met je draaien. Ja. Maar wat willen jullie dan? Demonstreren en niet interviewen? Mooi is dat. Doe je bij de mannen, we hebben eigen interviews. Die jongen kende ik niet persoonlijk, maar ik heb hem wel daar gezien natuurlijk bij die demonstratie toen. En ik heb ook gehoord, via de media heb ik vernomen dat hij als shahid, als martelaar gestorven is, inshallah. In de Koran staat, als ergens je broeders en zusters, moslims, onderdrukt worden, dan is het verplichting op iedere moslim om daar toe bij te dragen, om ze uit die onderdrukking weg te halen en om ze te helpen, op welke wijze dan ook. Elke moslim wil op het pad van Allah sterven, om zodoende het paradijs te bereiken. En dat is het mooiste wat je kan hebben. Jongeren hebben onrechtvaardigheidsgevoel. Jongeren zien dat er verschrikkelijke beelden die ze meekrijgen in Syrië, internationale houding die terughoudt. Is. Nou, jongeren hebben een gevoel dat ze daar wat aan moeten doen. En jongeren die hebben dan soms helemaal niet besef wat ze daar aan moeten doen. Nou, dan hebben ze snel de neiging om daar naartoe te gaan. Natuurlijk zag ik hem als een praktiserende, goede broeder. Blijkbaar ook een dappere broeder, omdat hij naar Syrië is gegaan om daar zijn broeders en zusters die onderdrukt worden en uitgemoord worden door Bashar al-Assad, die tiran, om die broeders en zusters te ondersteunen. En zijn religieuze verplichting te voldoen. De jongens hebben totaal geen besef wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Ze maken theologische onderbouwingen die totaal niet kloppen. Ik heb zoiets, als je iets voor Syrië wil doen, dan moet je dat humanitair gaan doen. Het reizen naar Syrië heeft gewoon helemaal geen effect. En dat zeg ik niet alleen maar het zeggen ook de mensen die in Syrië zijn. Ik zal niet tegen hem zeggen, ga daarheen, ga strijden, doe dit of dat. Die autoriteit heb ik nogmaals niet. Maar je zou niet tegenhouden? Ik zou alleen tegen hem zeggen, vrees Allah en doe datgene wat de meeste tevredenheid van Allah zal brengen. En aanbid Allah op de beste wijze. Wij hebben met klem opgeroepen tegen die jongeren, blijf lekker thuis. Als je hulp wil bieden, doe dat humanitair, want er is heel veel mensen die dat nodig hebben. En laat je niet verleiden om gebruikt te worden. Dat je op een gegeven moment belandt in een hele ideologische strijd waar je helemaal niks van beseft. Elke moslim wil onder de sharia-wetgeving leven en we willen een islamitische staat stichten. Niet alleen daar, maar ook hier. Dat is het doel van elke ware moslim. Ze vrezen voor aanslagen hier in Nederland. Is die vrees reëel? Nou, laten we eerlijk zijn, het is zorgelijk. Als iemand in Syrië is geweest en hij komt terug, hij kan trauma's aan overhouden. Hij kan jarenlang of maandenlang met een geweer aan het lopen was geweest. Misschien wel mensen doodgeschoten heb. En plus ook wat nog gevaarlijker is we hebben geen benul en besef wat voor ideologieën daar allemaal gaande zijn. Het zou best wel zijn dat de jongeren in aanraking komen met ideologieën die het Westen helemaal niks vinden. De islamitische systeem, ideologie, religie en manier van leven zal de normale worden. Met andere woorden, het zal heersen over de hele wereld.